Henk Fraser, komende zondag speelt Adenhaag tegen Go uit Eagles uit. Ja, het wordt wat eentonig, maar het is opnieuw wel een hele belangrijke wedstrijd. Ja, ja voor, beide, voor beide ploegen wordt het een hele pittige wedstrijd. En, uh, waar heel veel druk op staat. Dus het zal, uh, naar mijn mening, wel een vrij uh, onrustige wedstrijd worden. Nou, de factor spanning zal ook uh, groot zijn. Spelers die misschien nerveus worden. Ja, maar kijk, ik denk voor beide kanten dat dat geldt. Dus uh, die spanning neemt wel toe. Maar goed, uh, daar hebben we zelf voor gezorgd. En uh, daar moeten we onszelf ook weer tegen wapenen. GUAT Eagles heeft de laatste vier wedstrijden niet gewonnen. Is de druk op die ploeg misschien, hè, we hebben ook een punt minder dan Aro, de druk op die ploeg misschien toch nog net iets groter? Nou ja, kijk, nog steeds heb je een voldoende wedstrijden te gaan. En het is duidelijk dat, uh, dat we overwinningen nodig hebben. En, uh, dus de druk is bij beide even groot. Wij, wij moeten ook winnen en zij moeten ook winnen. En wij hebben dan een, een puntje voorsprong. Ja, op die 16 wedstrijden, geloof ik, die we nog hebben, is dat, is dat uh, niet voldoende. Dus wij moeten proberen om dat gat groter uh, te krijgen. Michel Kramer is uh, terug van de schorsing. Die gaat waarschijnlijk weer spelen. Hoe gaat dat uh, er verder uitzien bij jullie? Nou ja, uh, die gaat wel spelen. Ik bedoel, uh, we hebben de tweede helft van het seizoen. Heb ik de spelers aangegeven mijn idee over de tweede helft? En, en, en... Toch wel een andere invulling die we eraan moeten geven. Ik zal niet zeggen anders uh, qua, qua, qua spel of uh, wat dan ook. Maar wel verbeteringen moeten plaatsvinden in en, en, en alle opzichten. En, uh, en dat we niet meer welk excuus dan ook kunnen gebruiken. En dus uh, in dat opzicht uh, moeten er nu soms keuzes gemaakt worden die, uh, die niet zo uh, leuk uh, ontvangen zullen worden. Maar goed. Ja, dan moet ik opeens denken aan de woorden die je eerder sprak aan uh, het begin van dit jaar. Van het... Zou wel eens kunnen worden of Gert of Aalberg. Dat heb je vorige week al laten zien. En daarbij zei je ook of van Duinen of Kramer. Is, is dat de vraag waar je mee worstelt nu? Ja, ik zou liegen als dat niet het geval was. Ik, iedereen weet wat Kramer dan, kan, wat hij gepresteerd heeft al met de doelpunten met name. Maar uh, we komen nu in een fase dat wij uh, meer moeten vechten, ook meer moeten proberen uh, de bal in de ploeg te houden. Uh, ook meer moeten proberen de tegenstander af te jagen. Uh, en ze niet de gelegenheid te geven dat zij uh, voetballend steeds de baas zijn. Wat, wat ook afgelopen weekend gewoon te veel gebeurde. Dus dat zijn wel overwegingen. Uh, maar goed, uh, een heel belangrijk punt is natuurlijk wel het scorend vermogen wat deze man heeft. Maar het wordt dus of Van Duinen of Michel Kramer? Nee, het wordt of Van Duinen of uh, Kramer of Schet. En dan moeten jullie gaan winnen tegen een ploeg met dat publiek erachter. Uh, die zullen waarschijnlijk wel komen. Dat hoeft niet ongunstig te zijn: dat jullie wat ruimte krijgen in, in de counter. Nee, maar goed, uh, tot nu toe hebben we dat ook niet optimaal uitgespeeld. Er zijn een aantal wedstrijden geweest, met name uit wedstrijden, waarin we meer punten hadden moeten pakken. Uh, als ik denk aan Utrecht uit. Vind ik dat we daar uh, zeker in die, in die eindfase waar Utrecht heel veel risico nam, hadden we veel beter uh, uit kunnen spelen. Um, dus dat betekent dat we niet per definitie dat makkelijk zullen doen. Maar ik denk wel dat zij uh, ons onder druk zullen zetten en dat hier en daar wat ruimte ontstaat. En, uh, en met de kwaliteiten die we in principe hebben, zouden we dat beter af moeten kunnen straffen. Wat is voor jou de belangrijkste les geweest van de wedstrijd tegen Cambuur? Nou ja, ik moet wel zeggen dat de, de belangrijkste les is toch dat we. Uh, met name in balbezit uh, zuiniger moeten zijn. Uh, het omstraken... Jullie hadden ook niet zoveel de bal. 28% maar, las ik ergens. Uh, nee, dat, dat bedoel ik. En dat is volgens mij iets overdreven, 28%. Maar goed, uh, want dat loopt nog wel uh, uiteen, die, uh, die cijfers. Maar, uh, maar het was duidelijk te weinig. En uh, de, de, de Buur wil ik niet tekort want het is gewoon een uitstekend voetballende ploeg. Maar het zegt ook heel veel over ons. We zijn te veel en, en te snel uh, de bal kwijt. Succes zondag. Ja, dankjewel.